Voor hoeveel geld moet ik buigen? Dat is te zien waarvoor dat buigen dient. Als dat buigen een seksuele connotatie heeft, dan moet je dat laten betalen. Anders zijn het vriendendiensten. Een vriend zou ik veel minder laten betalen. Als het een vriendin is, zou ik het zelf gratis doen. Nog een levensvraag. Hoe win ik in een gevecht met iemand van een hoger leerjaar? Je schopt hem zo hard je kunt in zijn kloten en dan gaat hij lopen. Als het een meisje is, snijd in haar tetten en je klopt dat meisje af. Want meisjes zijn meestal minder sterk dan jongens. Daar gaat het dus van winnen. Het komt er allemaal op neer. Je moet niet vechten. Je moet het trachten op te lossen met dialoog. En als je niet kunt dialogeren, dan moet je galopperen. Zo rap mogelijk. Footsie. En indien nodig, shotten in de kloten. Kloten stampen is natuurlijk het meest efficiënte. Dan buigt het slachtoffer voorover en dan kun je hem nog een knie in zijn gezicht zetten. Als uw zaak verloren is, hoe vind je hem dan terug? Het is te zien welke zaak. Als zaak Vermeijeren verloren is, dan plaats je een vraag op Facebook. Facebook, heb je zaak Vermeijeren niet gezien? Als het zaak Pijpen is, dat is de hoofdredacteur van Woef, dan stuur je een telegram, want die is al ouder dan zaak Vermeijeren. Dank u wel voor de les. De volgende keer leren we u thee zetten. Maar nu heb ik nog iets anders. Heb jij nog iets? Beste medeburgers, ik maak u attent op dat het coronavirus zich ook in de darmen kan ontwikkelen. Corona zit in de kloten. Dus moeten we kontmaskers ontwikkelen om weesten tegen te gaan. Dat zit daar vol corona. Geen mondmasker, maar een kontmasker. Dank u wel en houd u gezond met uw kont.